Goedenavond en welkom op de persconferentie na de wedstrijd Antwerp-Sint-Truiden. De wedstrijd heeft helaas maar 24 speelminuten geduurd en werd dan afgefloten door de scheidsrechter wegens ongeregeldheden. De wedstrijd werd dus met 5-0, met 0-5 beter verloren. We zitten hier toch nog even met onze coach om na te praten over het sportieve en al wat er daarnaast gebeurd is. Ik ga het woord aan onze coach geven. Niet veel te vertellen in 24 minuten. We begonnen de wedstrijd redelijk. Eén lange bal. Ze hadden een kans met Somme. Ze kwamen er gevaarlijk uit, één keer. En met het doelpunt maken we een fout. En maakt iemand een fout die eigenlijk het hele seizoen heel goed gespeeld heeft. Die gaat de fout in en we krijgen 1-0. Maar daarna, vind ik, hebben we toch het overhand gehouden met het voetbal. En had ik er alle vertrouwen in dat we terug zouden komen. We tikten de bal goed naar elkaar toe. Het spel zag er verzorgd uit. De mogelijkheden zouden voor ons komen aan onze rechterkant. Waar we behoorlijk veel al doorheen kwamen. En ja, ik zat heel rustig op mijn stoeltje. Er was niet echt heel veel mis. Alleen in de omschakeling waar hun snel in zijn, dat moesten we nog eventjes een beetje aanpassen. Maar ja, ik had er alle vertrouwen in dat wij nog wel kansen zouden krijgen. Dus en dan is het jammer dat wij zo moeten stoppen en zo 5-0 moeten verliezen. Kijk, ik begrijp het niet. Ja, ik begrijp het wel. Er zijn te veel mensen die in de krant praten. Te veel mensen die zich belangrijk maken. En dan wanneer te veel mensen zich belangrijk maken, gaan andere mensen het mee. En dan komt er onrust. En dan gaan er niet alle supporters, hoor. Dat is maar een klein groepje. Maar een klein groepje verpest het voor iedereen. Voor iedereen. Want wat ze nu doen heeft helemaal niks met voetbal te maken. En ook helemaal niks met de club. Als ze van deze club houden, dan hebben ze deze club nog 10 keer meer naar beneden gestampt. Want je verliest 5-0. Ja? Het geld dat wij niet hebben. Ja? En alles moet dus bijeen moeten schrappen. Wordt nu helemaal verschroeid, want je kan een boete krijgen van 20.000 euro. Ja? Maar dan nog eens, je kan een stadionverbod krijgen. En dan zit er niemand hier tegen Westerlo. En dat kan nog eens wel eens een andere 150.000 euro kosten voor de club. Die de club hard nodig heeft. Nou, vertel mij nou eens even wat je daarna mee opschiet. Ik begrijp het niet. En dan komen er jongens op de veld met bivakmutsen. Als je wat te zeggen hebt, als je wilt protesteren, laat je gezicht zien. Laat je gezicht zien. Wees niet zo laf. Laat je gezicht zien. En zeg waar het op staat. Je komt met bivakmutsen op alsof je een terreur... Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb mensen zien protesteren, maar dit heb ik nog... Nou, ik sta perplex voor woorden. Ik heb geen woorden. Ik heb echt geen woorden. Ik vind het zonde voor de echte supporters die hun club wel willen zien voetballen en wel goed willen doen. En dan nog zijn ze soms niet tevreden, maar die staan wel achter hun ploeg. Dat had ik nooit verwacht. Goed. Dat was al een duidelijk begin, denk ik. Vragen voor de coach. De spelers verteld in de kleedkamer. Heb je gezegd dat ik... Precies wat ik jou nu verteld heb. Dat ik geen woorden heb. Dat ik dit nog nooit meegemaakt heb. Ik heb heel veel meegemaakt. We stonden 1-0 achter. Maar dat ik er alle vertrouwen in had. Ze speelden goed. Tot voor 24 minuten.
En dat ik er alle vertrouwen in had dat we wel kansen zouden hebben kregen. En ja, kijk, het was beter dat we 1-0 achter stonden in de eerste 10 minuten dan in de laatste 10 minuten. Dus ik zat heel rustig op mijn stoel. Heel rustig, echt. Denk je dat die 0-1 de oorzaak is of was het er sowieso van gekomen? Ik denk dat het er sowieso van was gekomen. Maar dit is alleen maar... Er zijn veel te veel dingen in de krant gekomen. Veel te veel dingen. Veel te veel mensen hebben gesproken in de krant. Die niet moeten praten. Die nergens vanaf weten. Veel te veel mensen. En dan krijg je onrust. En je weet wat voor publiek je hebt. Maar dan moet ik ook eerlijk zeggen... Er waren ook heel veel supporters van Feyenoord hier. En dat vind ik zo jammer. Het is stevig georchestreerd. Wat denk jij? Ja, tuurlijk. Tuurlijk dan. Ja. Dat is niet. Dit is een nog een veel grotere klap voor de club dan je kan bedenken. Ze zijn bezig met de licentie op dit moment. Als ze een boete krijgen van 20, als er niemand zit hier bij Westerlo. Dat zijn andere manieren. Dat zijn echt andere manieren. Veel betere manieren. Jimmy, kijk je die mensen die als club niet verbieden om te praten in de pers? Of die zijn, wij staan niet op een gebrek aan één? Aan club? Natuurlijk. Daar begint het mee. Dat zaagt onrust. In Oekraïne mag je ook kinderen spreken. Hè? Huh? Natuurlijk mag iedereen praten, maar is wat je naar buiten brengt. Het is wat je naar buiten brengt en hoe je het naar buiten brengt. Dieptepunt in jouw carrière. Dit is zeker mijn dieptepunt. Zeker mijn dieptepunt. Ga jij gewoon verder of denk je, nu heb ik het echt wel gehad? Ja, dat wil ik, ga ik nu niet. Daar ga ik nu niet over nadenken, maar. Dit is niet goed. Dit is niet goed, Stijn. We komen uit een hele slechte periode. Ik ben de eerste die dat zegt. Vorige week hebben we 3-0 gewonnen. Ik loop al de hele seizoen te zeggen van toen het ook goed ging. En dat weet je, Stijn. We hebben dit publiek nodig. We gaan dit publiek nodig hebben. We gaan jullie nodig hebben. Van dag 1 heb ik dat lopen zeggen. Want ik weet, sommige wedstrijden gaat het moeilijk gaan. En als het ploeg achter je staat, hier, dat kan soms wel eens heel erg goed werken. Het is heel duidelijk dat vandaag echt iets in scène is gezet om... Dat boel compleet in brand zitten, letterlijk. Dat doe je niet. De jongens niet. Je hebt het nou niet tegen de jongens. Je hebt het tegen je eigen club. Je bent je eigen club aan het vermoorden. Waarom denk je niet dat het jongens zijn die totaal niks met de club te maken hebben, die de boel in brand zetten? Of toch een groot deel? Een groot deel. Ik sprak met Gunther over wat er gebeurd is. Ja, die is natuurlijk ook... Voor hem is het natuurlijk nog... hoe gaat hij de licentie bij elkaar krijgen? Het is een probleem, want zoals ik net al zei, je kan 20.000 euro boete krijgen. Je kan stadionverbod krijgen. Als je stadionverbod krijgt, heb je nog een groter probleem. Want je verliest 150.000 euro. Dat zijn inkomsten die de club nodig heeft. Nou, wie hebben ze daar dan mee? De club of de spelers? Hun eigen club. De club waar ze zo tanig van houden.
bewijs van niet, hè? Ik vind het heel jammer. Ik vind het heel jammer. Echt heel, heel jammer. En ik kan de mensen begrijpen, hè, dat ze gefrustreerd zijn dat we niet promoveren dit jaar. Ja? Maar ik heb nooit aan de deuren en oren en lopen hangen dat wij gaan promoveren dit jaar. Heb ik niet tegen u gezegd, heb ik niet op camera gezegd, heb ik nooit lopen zeggen. Niet in mijn eerste persconferentie, nooit. Je wist dat er stil protest zou zijn, dat je dit... Ja, maar ik had dit niet verwacht. Totaal niet verwacht. Ja. Niet niks in die orde. Nee, maar dit is te erg geworden. Dit is... En weet je wat het is? De meeste van de supporters zijn gewoon goede supporters. Het is een klein groepje die het verpest voor de rest. Echt. En het helpt niet, hoe noem je dat, die allemaal hun supportersverenigingen hebben. Die lopen te zeggen, die protesteren en dat helpt niet. Het helpt niet. Die de ridder en wie, dat helpt niet. Het helpt godverdomme niet. Het werkt je alleen maar tegen. Goed, nog vragen? Beetje, nog één laatste. Net nu supporters een meerderheidsparticipatie willen. Ah. Pardon? Net nu de supporters hun wederheidspartisipatie. Hoe ironisch kan dat? Als ze zo hun mening gaan geven, dan moeten ze beter niet, dan moeten ze dat van u afnemen. Ja? Dankjewel, want ik kijk hem tot over 2 weken.